En daar gaan ze voor 2300 meter in de zevende koers op misschien wel een van de meest historische drafdagen qua niveau die ons land ooit heeft gekend. Bas Krebas met Juno Day aan de binnenzijde was er jammer genoeg niet bij in de Paul Haaien Classic met Rescues on the Way. Hier heeft hij ook een gigant van een outsider, maar in Wolvega kon het paard dus sterk voor de dag komen. Juno Day aan de binnenzijde. Nou, het is in beweging. Die gaat nog sneller. En die gaat ze loslaten. En we zijn vertrokken voor 2300 meter in de Euro TRC-prijs. Met een mooie start van Joanna de Brett. Aan de binnenzijde zien we dan meteen Golden de Jena. Die heeft dan in derde positie Jack Prior. In vierde stelling volgt dan Hazel Dope. Op het moment dat Elixir du Lion uitgesloten wordt. En in vijfde stelling volgt dan Heaven Gel. We draaien doorheen de rechterbocht. En dat doen we met als koploper nog altijd Golden de Jena. De witte kleuren leidt die de dans met in tweede positie. Jacques Prior. Op de derde plek volgt dan een lengte verderop achter Jacques Prior. Joanna de Brett. En die wordt dan aan de binnenzijde gezelschap gehouden door Hazel Dope. Op het moment dat we Hilario de Nap zien wegspringen. Nog zeven paarden hebben we in koers. En de koploper is nog altijd de favoriet. Golden de Jena met anderhalve lengte voordeel op in tweede positie. Aan de binnenzijde volgend Eric Raffin in de Suzuki van Jacques Prior. Aan de buitenkant daarvan zien we nu dichterbij komend Juno Day en Bas Krebas. En die wordt dan op de hielen gezeten door het nummer 7 van Heaven Gel en Philippe Mascal. Vijfde volgt Hazel Dope. En aan de buitenzijde daarvan kunnen we Joanna de Brett aanstippen. Met in zevende stelling dan Fuego Verdri. Die sluit het zevendelig overgebleven peloton wanneer we nu opnieuw voorbij de tribune draven. En dat met Juno Day en Bas Krebas als koploper. Die staat natuurlijk gegoten in voor wat de inschrijving betreft. En die wil die houden inschrijving afmaken. Dan moet hij nog voor één ronde lang aan de leiding lopen. En één ronde lang proberen Golden de Jena de benen van onder het lijf te draven. Heaven Gel die ligt dan derde, vierde aan de binnenzijde. Volgt dan nog altijd Jacques Prior met Joanna de Brett wat verderop op een vijfde plek. Aan de binnenzijde hebben we dan Hazel Dope op die gedeelde vijfde plaats. En Fuego Verdri en Lieven Kannaert die liggen dan nog altijd zevende in de start van het peloton. We komen aan de overzijde van de baan. En Juno Day die probeert de wolken van de hemel te lopen met drie lengte voordeel op Golden de Jena. Daarachter hebben we Jacques Prior op de bronzen positie. Vierde kunnen we dan verder weg in het veld aan de binnenkant. Hazel Dope opmerken. Die wint nu een plaatsje door de mispassen van Heaven Gel. En Heaven Gel die heeft enkele duivelse hangetjes in de problemen op dit moment. En die moet zich herpakken. Want op dat moment komen we dan richting de 500 meter situatie. Met als koploper nog altijd Juno Day, Golden de Jena in tweede stelling. De watjes zijn uit te horen. Jack Prior en Hazel Dope die liggen op een gedeelde derde plek. Hazel Dope aan de binnenzijde. Heaven Gel probeert zich terug in koers te knopken met Fuego Verdri verderop. En we komen in de laatste rechte lijn met Juno Day die twee lengte voorsprong heeft op Golden de Jena. Golden de Jena die moet Juno Day proberen te volgen en te kloppen. Maar Juno Day die uitstand. En Juno Day die blijft die twee lengte voorsprong in handen houden. En zo gaat de overwinning naar Nederland. Naar Bas Krebas met Juno Day. Golden de Jena die ligt tweede. Hazel Dope die komt als derde over de finish. Heaven Gel vierde. En dan zagen we Fuego Verdri als vijfde. En dat zijn de eerste vijf paarden voor deze Euro TRC prijs. Met een gigant van een outsider. 111 tegen 1 zien we hier nog op het scherm staan. Maar Juno Day die glimlacht in het vuistje door deze koers aan een gigantische quotering te winnen. En zo kan Bas Krebas toch nog genieten door deze schitterende prestatie in de Euro TRC prijs door de vijfjarige bruine Franse ruin Juno Day.